that existence is musical in nature. That is to say that it is not serious, it is a play. Dag allemaal, vandaag ben ik bij Piepers en Rund. Hier kan je de allerlekkerste piepers en rund bestellen. Maar ik vroeg mij als keukenprins natuurlijk af, hoe maak je nou eigenlijk de lekkerste piepers en rund? Goedemiddag, ik ben Erik ter Haar en ik ga jullie laten zien hoe jullie de steak teriyaki bowl maken. En daarna gaan Boris het proberen. We beginnen met het biefstuk. Doe een klein beetje zout op. Spuiten we in met een beetje olie. Doen we hem op de bakplaat. Bakken we hem per kant ongeveer 1,5 minuut. Een minuutje hangt afhankelijk van de dikte van de steak. En na de eerste minuut draaien we hem om. Nou, na 2,5 minuut houden we het biefstuk eraf. We doen de champignons op de bakplaat. En nog een klein beetje olie. Dan pakken we ons bolbakje. Dan beginnen we met ongeveer 200 gram gratin en ongeveer 200 gram groenten. Dan snijden we de steak in mooie dunne reepjes. Dan hebben we een mooi potje steak, een beetje teriyaki saus eroverheen, sesamzaad en een klein beetje korsa. Doen we er nog wat champignons bij en dat is hem. Dat is de bol teriyaki. Nou, nu ga ik maar proberen de teriyaki bol te maken. Dus het was steak. Met wat? Zout. Ik heb toch nog even voor de zekerheid de schort aangedaan. Als het goed is, deze klaar. Deze. Toen bedacht ik mij dat deze. Oké, steeksnij. Als het goed is. Waarom krijgt hij het wel zo netjes voor elkaar, lukt mij dat nog niet. De jappiesaus. En als het goed is, is hij dan klaar. Nee, sesamzaadjes. Shit. Nu. Nog een keer? Oh. Nu. I'm Daniel. I am a official taste tester for Piepers and Rund. Right now I'm going to try and decide between which one tastes better. I don't know which one is which. So we're going to do basically a blind taste test and see the verdict, if our chef is as good as the newbie. I've got to say, they're both just as good as each other. Congratulations! 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 Nou, dit was mijn bezoek bij Piepers en Rund. Een echte aanrader. Ik zou zeggen, bestel er zo snel mogelijk. Zoals jullie hebben kunnen zien, kan ik makkelijk mee in de keuken. Daar heb ik gewoon enorm talent voor. Dat wist ik zelf wel. Nu weten jullie dat ook. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen bewijzen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. Joejoe!